Struikema naast hem, Jelle Hollandstra, Joey van Kampen, Ben Polman en dan is het helemaal aan de binnenkant even van de Rietje. Nou, we gaan hier van de stad af en dan is het dringen, die eerste bocht, die twee rijen. Het is Polman die goed die eerste bocht in duikt, maar het is Joey van Kampen die de leiding neemt. Van Kampen die het hele spulletje op sleept aan, neemt aan de buitenkant van Pascal Zwart. Als hij begint, Polman, Jelle Hollandstra, Berry de Vos. Jan Valk, die heeft nog wat te doen, die heeft slecht gescoord tot nu toe. En die moet wat naar voren. Daar op de hardcore van Kalfrat aan de leiding. Kalfrat is de beste voorman. Ruikema, Meters, Pasveer, Zwiers, Oppersma. En daarachter is het Michel Bakker, de man uit Lange Lille. Eerste jaar in die SC2. En hij zegt, jongens, het gaat nog even weer een klap harder als in de follow-up. Pas weer Zwiers, Oppersma en de 14 van Michel Bakker. En we zitten alweer in de laatste ronde. Johannes Kruidhoff heeft het zwart-wit geblokt ter hand genomen. Dat zal hij zelfs met een sierlijke zwaai hier gaan zwaaien. Als de mannen naar de meen toe gaan komen. Pascal Zwart, die gaat de overwinning pakken. Voor het Polman, de Kampenvaart, die zal je binnen. Thank you.